Nou, Power of the Elements. Ik weet dat er Tierlements in deze. Ja. Ja, en Tierlements is wel een van de nieuwe competitive Echt een tier 0. archetypes, hè? Iedereen op een tier 0 deck is op het moment. En dat houdt in dat het echt heel erg goed is, Ik toch? zou met één arm zo omheen werken. Zo? Zo, ja. Ik denk dat Oké. dat het makkelijkste is. Okay. Kijken. Unleashed. Kijken. En waar ik dan aan zat te denken was gewoon de packs een beetje schudden en dan verdelen. En dan open ik voor een ieder en dan kijken wie het beste kaart heeft. Ja, dat is goed. Dus even kijken. Zo. Ik ben hier heel slecht. Nee. Ik denk even dit doosje even weg. Ja, de En dan doe ik het doosje doosje even wegging en dan een beetje zo. Hop. Zo, en dan zo, en dan zo een beetje. En het zijn 24 packs. Nou, hoofdrekenen, daar is Sandring de beste ding in. zes per persoon. Ja. 6 per persooning, oké. Okay. Easy. Dat vind ik een puikplan. Goed, voor wie zal ik als eerste gaan? Maakt niet uit, kies jij maar. Jouw feestje. Oké. Okay. Is your Ik feestje. ga voor Je moet Milan als zelf. eerst. Oké. Dus dan pak ik hier drie. Is Hier jouw drie. feest. Je moet zelf de slingers ophangen. Ja, en daar is de prullenbak. Oké. Nou, dan gaan we kijken. Elf van de kaarten kunnen we daar dus al gezien worden. Maar Met dan hier dus al, die zijn toch maar 1 cent waard. echt. Oké. Even kijken. Tierlements Merlie. Twee goede Ja? archetypes hierin zijn Sprite of Sprite Ja? en ja, inderdaad, de elements. Nou, Tierlements Crime. Een Mary Melfi's. Een Tierlements Havnes. Oh, en dit is dan zo'n. Ja, Ultra. Ultra. Alsa de Earth Channeler. Maar ja, I do not give a fuck. Maar dat is dan de beste uit de pakje, denk ik dan. Minimus Elephant, Scarf the Fendrit, Pitknight Early en Moki Adrift. Ja, Moki's, daar moet je echt geen neukies omgeving. Ja? Zijn er letterlijk decks die Moki's gebruiken? Ja. Oh jee. Zijn wel meer meme decks, maar als ze eenmaal lopen, zijn ze niet te stoppen. Ah, goeie. Oké. Brilliant Rose. Een Fennislift of the Thawning Mountains. Een Melfi Pinny. Een Sprite Smashers. Eka de Flame Buddy. Nou, dit is dan de Ultra. Een Hydra Lander Orbit. Morphtronic Telefoon. Dit is wel echt wat voor Sandering. Wat vind jij hiervan? Ja, poch. Ik Dit vind het wel leuk. What the frick? Een Propagandrake. Propaganda? Ja, Wat? We hebben propaganda. propaganda geprold. Wat een trick. En een Goldie Chain. Nice. Lekker. We hebben nog niet echt bangers eruit. Nou, ik vond propaganda toch Maar wel echt een banger, die propaganda is wel heel ziek. Kijk, Overfusion. hoor. Sprite Pixies. Shine Sprite Pixies? Hey. What the frick? Speciaal voor jou gemaakt. Nog een Tierlament Hefnes. Een Ice Jade Creation Aegiro Cassus. Ik wou het net zeggen. Ja. Oeh, Gem Knight Quartz als een ultra. Volgens mij zijn die Gem Knights ook wel weer een beetje in aan het worden, toch? Ik weet dat je. Nee, niet? Oh. Morphtronic Coveter. Shit. Nightmare the Dark Bonder. Een Crawler Soma. En een Scan. Morphtronic Scannen. Dus Scannen. een scanapparaat. Dat hebben ze gewoon, dat is echt een Nederlandse kaart ook. Ja. Morphtronic Scannen. Net zou het in Scanning. Engels staan, maar dit is Nederlands. Scannen. Ja, het is echt scannen.
Ja, Morphtronic scannen. Nice. Morphtronic die aan het scannen is. Kijk. Nederland. Kijk. Het helpt niet echt. Ik probeer een beetje, ja, een beetje scherp. Een beetje scherp stellen, maar... Het werkt. Echt een paar seconden. Ach ja. Tielemans Merly. Revenus Vandrit. Oh, Rachel zegt dat als het goed is dat je hem nu binnen hebt, Paddy. Melvie Pinney. Nog een Tielemans Heaveness. En een Ultra Rare EN Engage Neospace. Oh, ik vind die art wel vet. Ah, ik vind deze vind ik wel persoonlijk vet. Een Vanguard of the Underground Emperor. Nog een Goatee Chain. En een Mimesis Elephant. En een Gungan Su Ship Charlie Red. Of nou, Shari die Red. Die is zeker ook heel powerful. Nee, dit is zo'n sushi archetype. Ik heb echt een hekel aan de sushi archetype. Ik vind dat echt een van de slechtste archetypes die ze ooit hebben gedaan. Ik uit dat nee, zegt de kaart. Dan zeg ik expres van, ja. Dat is één keer nee. Maar als je is gestopt, terwijl ze nog dik 8,5 minuut had. What the fuck, Rachel. Maar dat, misschien is dat omdat ze het niet meer wist. Maar hoeveel had ze? 15%. En de average score is 65. Oei. Ja, maar je heeft er toch wat op kunnen noemen dan. Nou, toch wel, wel wat. Kijk, Overfusion. 151 keer 0,15. Ja, ze wist niks meer. Penny zegt niks. Branded in Central Dogmatica. A Venus Sylph and the Flower Buds. Cool. Branded Expulsion. An Exosister Returnia. Ultra. Een Amaze Attraction Thrill Train. Terrors of the Overroot. Nog een Morphtronic scannen. Lekker, lekker. Dat is een Nederlands kaart, hè? Weet je dat? Inderdaad. Een Hydralander Orbit. Ja. Kijk. Niet zo lullig doen, Paddy. Zegt Rachel. 23 Pokémon ongeveer. Niet, ja, hij is teleurgesteld in je, Rachel. Nou, moet je toch nog... waarschijnlijk rond de 23 Pokémon dan kunnen raden. Zij 22. Oh, 22. Had ook gewoon Google kunnen openen, zegt ze. Nou ja. Nee, maar kijk, dat was heel, als we dat, dan was het heel... Dan was het... Dan zou je allemaal mooie rijtjes staan. Ja, dat is waar. Daar valt het gelijk op. Melvie Wally. Wally. Digit Jamming. Melvie Pinny. Venus Sylph and the Changing Season. Een Melfi Staring Contest. Ultra. Zijn dit allemaal ultra's, Paddy? Nee, dit is geen... Of is dit rare? Dit is super. Oh, dit is super rare. Ultra is art en text. Oké, okay, dus dit is super. Ik ben er niet zo heel goed in. En secret is glitterig. Oké. Okay. Maar dat verschilt hier zo meteen wel. Oh, nou, maar echt. The most distance, deepest depth. En weer een Moki Moki Drift. Oké, okay, nou dat zijn dan Milan's kaarten. Dat was niet goed. Nee, die leg je even hier niet. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik heb niet zoveel aan kunnen doen verder. Maar. Kijk, 4, 5, 6. Dan ga ik nu voor Sandring. Ik ben benieuwd wat jij allemaal... Ik ben benieuwd of ik veel scannen heb. Mijn deck? Mijn deck? Dat is mijn kaart. Ja. Die bouw ik mijn hele set op. Ja, dat is nog een heel blokje boven toch. Ah, oké. Okay, even kijken. Nou, al wel een nieuwe kaart. Tielemans Sullier. Of Sulik. Oeps. Ice Jade Creation Aegiro Cassis. Venus Sylph and the Changing Seasons. Ja, sommige namen zijn wel echt lastig om uit te spreken. Branded in Central Dogmatica. Super Rare Venus Sylph Corolla. Een S-Can, de Big Corned Goatee. Die is de Big Goat. Een Kartorin, The Hidden Gem of the Seafront. Die ken ik niet. Yo, ik heb zo'n kaas. Zo'n Gungan Ship, Sherry Red. En dan gewoon twee keer.
Hij zit er twee keer in. Ik heb Casper het spookje. Ja. Maar dan raar getekend. Nice. Huh. I love him, Casper het spookje. Wel raring spooky. Dat maakt nog maar niet uit. Ook als hij raar getekend is, vind ik hem leuk. Even meer zo. Branded in Central Dogmatica. Sprite Red. Sprite? Dat is Sprite, maar dan rood. Ja. Dit jamming Melvie Wally. Oh, deze ziet er wel vet uit. Dat doe ik weer, hè. Dit is een super rare Elemental Hero Spirit of Neos. Hero, hè? Dat ben ik. Dat is wel vet. Is dit super rare? Of? Nou, dit is wel super rare. Kijk maar, ja. Dit is super rare, toch? Dat is super, ja. Ja. Maar hij ziet er wel heel vet uit. Zo'n goeie. Amaze Attraction Thrill Train. Een Gadget Gamer. Vet. Een Gadget en een Gadgetinis. Gadget Gamer, ja, dat is sowieso voor mij. Eonox Sentry of the Goatee. En een Vanguard of the Underground. Emperor. Dat is ook zo'n SS Green game, toch? Vanguard? Vanguard? Nee, dat is Call of Duty. Call of Duty. Er zijn ook al 700 games van. Hem. Ja, er zijn ook echt ziek veel van. Ravenous Vendred. Sprite Gamma Burst. Mary Melfies. Melfie Wally. Ik heb echt een tyfuszeker aan Melfies. Nee, ik heb daar echt een tyfuszeker aan. Ultra Rare Gigantic Sprite. Ultra Rare. Nice. Gadget Gamer. Nee, Gadget Gamer. Pit Knight Early. Hij lijkt op zo'n Mega Man character. Morphtronic Airphone. Oh, dat is wel leuk. Dat zijn AirPods. Nice. Ik heb de AirPods. Nightmel the Dark Bonder. Tot nu toe vind ik jouw packs wel beter. Ja, dat doe je goed, Sander. Dat heb je heel goed gedaan. Een hele hoop skills zit daarin. Ja, weet ik. Ik ben ook skilled. Tierlements Metanoise. Sprite Red. Sprite Smashers. Nog een Overfusion. Veel Sprite, jongen. Scatter Fusion. Dat is voor de Gem Knight. Die hebben we nog niet gehad. Nee, die krijg ik nog. Morphtronic Comforter. Goatee Chain. Ascan the Bighorn Goatee. Double Dust Tornado Twins. Double Dust Tornado Twins. En je had vroeger al stoffen, hoor. Twinning is winning. Ja. Vroeger maar dat wordt wel heel erg stoffen, hoor. Pas op. En vroeger had je... stoffen en blink maar mee. Dubbel stoffen. Maar echt. Melvi Pinny. Tierlament Sulik. Venice Sylph of the Flowering Fields. Ja, een rabbit. De paasas, je hebt gewoon een paasas gevoeld voor mij, hè. Het is de vrouwelijke paasas, met zo'n halo op haar hoofd, hè. Uit mijn pakje, hè. Ice Jade Creation, a Giro Cassis. Scareclaw Straddle. Scareclaw, wat is dat ook weer een andere archetype, Scareclaw? Volgens mij niet. Is dit niet voor... ik dacht dat... Target one Scareclaw monster or one Vicious Star Frost. Dat zou wel. Oh, dat zou best wel eens kunnen. Gadget Gamer. Gadget Gamer. Goeie. Life Extreme. Morphtronic Telephone. Oh, kijk hoe weird die eruit ziet. Ik heb de Morphtronic Telephone, jongens. Ik heb de Morphtronic Telephone. Ik vind het echt grappig. En dan een Morphtronic Airphone. En ook nog die AirPods. De AirPods. De ding. Potje met eieren. En de most likely is om te poelen is Sprite Blue van €35. Ik heb Sprite Blue, ik heb alleen maar Sprite Red gehad. Als je de hoge, er zijn ook duurdere kwamen, dus allemaal Starlight Rags. Ja, dat wordt hem denk ik niet, maar goed. Starlight, wat gebeurt er dan weer? Dan is de hele kaart echt gewoon glinsterend. Ja, dat is wel echt, dat ziet er heel vet uit. Kijk, Tierlament's Crime, Ditch Jamming, Sprite Gamma Burst, oops, Branded in Central Dogmatica, Grand Tusk Dragon Super Rare,
Vind ik ook wel vet eruit zien op zich. Helemaal. Zeker. Nightmare the Dark Bonder. The Most Distant Deepest Depth. Space. Gewoon gepoeld. Maar echt, Morphtronic Converter. Gadget Gamer. Wat, welke? Die Space is Starry Night volgens mij. Starry Night. When you control a fish synchro monster, this card cannot be destroyed. You can banish one fish monster, one goatee monster from your deck to your hand. Dat is voor de goatee archetype volgens mij. Nee, omdat het voor mij Starry Night ook allemaal dat soort achtergronden. Oh. Dat is dan ook iets vet. Nee, ik vind het op zich wel. Ik vind die Grand Tusk vind ik wel vet. Grand Tusk Dragon. Ook al is hij maar super rare. Oké, dat zijn Sandering's kaartings. Kijk maar, die boek om van die Grand Tusk. Oeh. Zie je ook doen? Mhm. Blauwering. Oké, en dan gaan we voor Paddy. En dan even dubbel checken. Ja, dit zijn er nog 6 en dat zijn dan mijn kaarten. Oké. Ik doe die kloppen. Ja. Kloppen en de kloppen tunes. Tot nu toe staat Sander voor. Ik denk het wel. Maar qua koeling, hè. Ik weet niet qua waarde. Dat moeten we nog even uitzoeken. Tierlament Suliek. Sprite Smashers. Sprite Gamma Burst. Crosskeeper. Oh, dit is denk ik een Instant Contact. Dat is een secret. Dat is een secret. Lekker. Oh, ja. Is dat... En er zitten dan glinstering. Zie je dat? Ja. Nice. Dat is wel vet. Instant Contact. 4 euro. Nou, dat is wel in ieder geval iets. Je hebt weer Space gepoeld. Oké, lekker. Ja, echt. Weer Space. En weer die dubbel Dust Tornado Twins. Pit Night Early. Rika Princess. Het ligt eraan welke kaart dan, toch? Ja, maar ook de ene set heeft een Star Knight en de andere set heeft een Ghost Rare. Dus ja, het ligt er nooit beetje. Allebei in dezelfde... Ah, oké. Vaak niet, nee. Sprite Pixies. Dat is niet de blauwe. Ice Jade Creation. Aegiro Cassis. Terlemans Heaviness. Terlemans Crime. Vendrit Scavenger. Die ziet er ook wel vet uit. Ja, Ritual. En dat is dan een super. Crawler Soma. Life Extreme. Hydralander Orbit. Morphtronic Telefoon. Een beetje de... Heel ziek. Hij moet nog binnenkomen. Ik kan daar zien van wie hij was. Van Rachel. Van Rachel. Rachel. Tot nu toe. Volgens mij heeft tot nu toe jij wel de meeste waarde, denk ik. Denk het. Crosskeeper. Sprite Garrett. Oké. Venice Sylph of the Falling Mountains. Sprite Gamma Burst. Loras Lady of Lament. Oh, die is nice. Ja? Die moet ik hebben voor mijn deck. Vet. Dat is voor Layer of Darkness. Layer of Darkness? Ja, dat is een spelkaart en die kun je dan... Dan maakt alle monsters op het veld dark typing. Ja. En wat je dan kan doen is met jouw controllable trap card, met jouw board control, kan je plaats je eigen monsters sacrificen. Ook je tegenstanders monsters sacrificen. En daarvoor heb je Loras nodig. Het is een engine card. Nice. Nou, dat doe je dan heel goed. Propaganda. Rika Princess. Terrace of the Overroot. En Moki Moki Adrift. Weet je ook echt een dekking voor Sander? Ojama's. Ja! Maar lijkt me echt die Ojama deck is wel echt wat voor jou. Sandering. Dat is heel leuk, joh. Yeah, Arendtje van Mario Veling. Hij vindt het te veel. Oh, we hebben nog wel wat kijkers dus. Dus ik kan het niet doen als ze niet kijken. Oei. Brilliant Rose. Digit Jamming. Tierlemans Merlie. Volgens mij heb ik Merlie nog niet. Dus dit is mijn eerste Merlie. Sprite Pixies. Draco Utopian Aura. Meteor? Is dit niet... Is dit Secret? Dat is Secret, ja. Ja. Ah. Vet. Je hebt een mooie glimming. Ja. Zeker mooie glimming. I'm liking it, ding. 1,20 euro.
Wauw. Ja. Nou, maar zo zie je maar, die Yu-Gi-Oh! Die Yu-Gi-Oh! Kaarten zijn niet zoveel waard. Morphtronic Scannen, Life Extreme en Airphone. Wat voor naam voor Yu-Gi-Oh! Waarde bepaalt is meta compatibility, hoe goed het in de meta en nostalgie. Ja, Dark Magician, Blue Eyes, ja. Die dingen zijn heel veel waard, inderdaad. Of die 10.000 Dragon. Ja, oké, maar dat is echt een Starlight Limited Edition pool die maar één keer is uit. Toen had ik gewoon nooit meer. F. Melfi Wally, Sprite Garrett, Sprite Red, Venus Self and the Changing Seasons, nog een Fandrit Scavenger, een Propaganda. Propaganda, yeah, let's go. Je hebt propaganda gepoeld, lekker. Linkerkaart. Pit Night Early. The Most Distant. Dat is zo'n Pokémon. Ja, inderdaad. Die wordt in de Pokémon Die zit in de verkeerde setting. Nou, we zijn er al bijna doorheen. Dus hierna alleen nog mijn packs. Kijk. Tierlament Sulik. Overfusion. Venus Sylph of the Thawing Mountains. Venus Sylph of the Flowering Fields. Shift Fairy of the Goatee. Nou ja, dat is wel een ultra. Of super. Moki Moki Adrift. Nightmare the Dark Bonder. Mimesis Elephant. En Double Dust Tornado Twins. Ja, het ding is wel. Ik wilde heel graag die Tierlements supers en ultra's. Maar daar heb ik nog niet echt wat van. Kijk, dit is van Paddy. En dan alleen nog mijn kaarten. Zo. Maar goed, je kan niet altijd wat hebben in die Yu-Gi-Oh! Sets. In ieder geval heb ik de redelijk veel comments. Dus dat is wel nice van die Tierlements. Kijk. Venus Sylph of the Flowering Fields. Brilliant Rose. Branded Expulsion. Venus Sylph and the Flowering Buds. Power Tool Braver Dragon. Oh, dat is wel vet op zich. Je hebt die old school Power Dragon. En nu heb ik dan die nieuwe versie ervan. Scan the Bighorn Goatee. Amaze Attraction Thrill Train. Enoch Sentry of the Goatee. Life Extreme. Zo. Kijk, Ice Jade Creation Aegiro Cases, Venus Sylph of the Falling Mountains, Sprite Red, Ravenous Vendred, Venus Sylph of the Awakening Forest. Ja, jammer man, maar wel vet op zich. Amaze Attraction Thrill Train, Rika Princess, Vanguard of the Underground Emperor, Mimesis Elephant. De laatste pack ga ik niet alleen slappen, maar ook even snuiven. Slapping en snuiven. Slapen en snuiven. Dat vind ik een goede combinatie. Branded Expulsion. Dat is wel nog steeds meer op het kanaal, hè? Eerst snuiven en dan smash je hem. Mary Melfi's. Venus Sylph of the Flowering Fields. Sprite Smashers, Therion Empress Alicia, of Alasia, hoe je het ook wil noemen, Kartorian, The Hidden Gem of the Seafront, Paddy what? Oh. Scar of the Vendrit, Terrace of the Overroot, Esken the Bighorn Goatee. Ja. Nog drie packs. Drie packings. Ravenous Vendrit, Tierlament's Crime, Mary Melfi's, Tierlament's Metanoise. Ja, het is iets. Tierlament's Rhino Heart. Volgens mij is dit een van die waardevolle Tierlament's. Volgens mij was de Fusion wel wat meer waard, maar het is in ieder geval €1 waard. Lekker. Lekker. We are topping basically. Oh, echt met een ei. Ja. Ik deed die terrein nu als in neushoorn van oh, ja. Dingen. Ja. Terrein mensen, Rhino Heart, €7.
Nou, dat is zo aardig wat. 7 euro ing. A gadget gamering. Morphtronic telephone. Zekering. Nightmare on the Dark Bonder. En Scar of the Fandred. 2 pakketjes. Ja. 2 pakketjes. Dit is het einde. Ik denk uiteindelijk dat Paddy wel betere dingen heeft in die Pokémon dingen gepoeld. Ja, ik heb hier niet zoveel verstand van, dus dat wil ik niet zeggen. Ja. Venus Sylph and the Changing Seasons. Ik ga nu ook even nagaan. Een Yu-Gi-Oh! Box kost 60 euro. Een Pokémon box zal gauw 120. Ja. Ja. Hoe nieuwer, hoe duurder voor mijn gevoel elke keer. Een Pokémon? Ja, dat zou elke keer bij elke nieuwe set wel weer een beetje duurder. Ja, maar worden, ook omdat steeds meer mensen het willen, denk ik. Ja. Dat is waar. Brilliant ja, Rose. Tillemans Metanoise. Crosskeeper. Rika Konkom. Dit is anime waifus. Dat vind ik wel vet. Dat vind ik wel vet. Voor van die weeps en dat ja, voor girlfriend de material, hè, Milan. Echt een dek is voor jouw vrienden. Nou? Traptricks. Traptricks? Ja, denk ik ook. Denk ik ook. Gunken, Suship, Shari Red, Morphtronic, Scannen. Hey, Scannen. Woep, woep. En de AirPods. De AirPods. En Hydroland Orbit. Oké, en dit is de laatste. Hij is de baggy. En dan op cam, zo, even. Oh ja, de cam zit hier, hè. Heerlijk. Ik raad het echt iedereen aan om dat een keer te doen. Ja, dat is heel raar. Ja, ga je allemaal meemaken hier? Ja, dat is wel echt oud waard. Tillemans Heaveness. Sprite Garrett. Tillemans Merly. Venus Sylph and the Flowering Buds. Elemental Hero Shining Neo's Wingman. Oh, dat is gewoon de cover van de BZ. Dat is gewoon de guy. Is that the guy from the covering art? Oh, een plaatje in. Ja. What the freaky? Shining Neo's Wingman? Ja. 35 cent. Yes. Yo, 35 cent. Prince, baby. Lekker. Carthor Ryan, yes. The Hidden Gem of the Seafront. Propaganda. Een live extreme en Double Dust Tornado Twins. Ik ben trots op ons, we hebben zo vaak propaganda gedaan. Het was vroeger gewoon zo, als je de box hardpool, heb je geld. Ja. Dus dat vonden we nou echt niet meer. Nee, dat kan je niet meer verwachten. Oké, ja. Dat is duidelijk, King. Inderdaad, Ding. Oké, kan ik hier een grooming in het midden doen? Gewoon om even te kijken. Ja. Want dan kan ik TCG player erbij halen, want dan kan ik ook hier... Nee, ik heb een card market. Hoe? Card market. Card market. Dat oh. is Europees gebaseerd op euro's. Oh, dat is dan wel wat beter, ja. Card market, zeg je. Even kijken. Eigenlijk moet ik dan... Waar is mijn telefoon? Hey, hey. Je telefoon. Mijn telefoning, want dan kon ik gewoon notering. Ja, want dat is wat makkelijker dan nog een Word documentje pakken en dan alles gaan typen. Ja, voor mij zit ik rond de 5 euro is. En jij met je Rhino Hard al met de 7 euro. Dat is waring. Voor mij die 2 keer 6 pakjes van Milan de Sandel niet echt heel veel. Nee, ik zou die van ons niet eens tellen. Nee. Zullen we dan gewoon ophouden dat ik dan... Gewoon... Ja, dat zou ik wel doen. Dan, nee, dan is het goed. Feliciteerding. Ja, vetting. Ik zou die Rijnmaart wel sleeven. Ja, die vind ik wel heel vet. Welke sleeve zou ik gebruiken? We hebben Karibo. We hebben de Egyptian God Guards. En we hebben de Esmeralda, was het toch? IP Mascarena. Ja, maar ik ken, het is een anime waifu. Ja, anime waifu wint. Glorious Lady of the Lament. Ik had toen van IP Mascarena had ik volgens mij toen de star uitgegeven. Hey, Macarena. Macarena? Heb je die ook gepoeld, joh? Ja, man.
En ik wil ook die Tirlemens erin. Hoppa. Zo. Mooi, man. Nou, ik vond het toch wel leuk. Dat is mooi. Daar gaat het toch om, heen. Zekering.